En hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Lunderen. Goedenavond. Waar komt u vandaan? Ja, ik stond daar. Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp? Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkse straatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen. Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu? In Zeist. Nou, dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde slotlaan woont ook. 77. Nee, gewoon in de tweede korte stokstraat. Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost? Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van. Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan. Ik dacht wel dat het goed was. Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt. Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben. Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor. Oh. Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even. Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo? Ja, dat weet ik niet. Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's. Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer. En een dus speedboot zit er ook bij, natuurlijk, hè? Er zit van alles bij, maar ook geen speedboot. Ook een etentje. En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn. Ik wou ook graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn set krijg. Dus ik denk dat ik mijn beugeltje niet in mijn mond steken. Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u. Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras. Ja. Zeg, nog één vraagje, alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje, J. van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan? Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk, als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden. En heb ik namelijk een fluitje meegenomen. Ook nog. Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel. Dit is ophouden. Oké. Parallelopipedum is ophouden. Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden. Ja, om mee te beginnen. Een heel simpel vraagje. Ja. Dan gaat hij. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets? Jan, 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 hey, Jan, Jan, Jan. Hey. Het antwoord moet zijn Jan Raaf. Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman. Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen. Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan. Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet. Ja. Kneet. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij. Nou, ik heb toch alle bril op. Zo is het. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over politiek. En je kunt hiermee gaan winnen een originele kippenleren aktentas.
Kan ik de prijs nog één keer horen? Inderdaad, Jan. Je kunt gaan winnen een kippenleren aktetas. Gewoon kippenleer, zacht roze, kippenhouten handvat. Ja. Erg mooi. Aan elkaar gezet met kippenboutjes. Ja. Zoiets, ja. Daar heb ik nog nooit van gehoord, hoor. Ja, maar het bestaat. Voor mijn werk heb ik hem niet nodig. Jan, wat kan mij dat nou schelen? Dan ga je er maar een boodschap in doen, of... Nee, we hebben een wc. Weet jij het verschil tussen een bloemenvaas en een wc? Tja, nee. Nou, dan is het wel een klerenzooi bij jullie thuis. Goed, Jan. Dus ophouden, dit. We waren nog bezig met die vraag over politiek. Politiek, oh ja. Waarom draagt minister-president Van Acht nooit een aktetas met zich mee? Hij bergt alles op in zijn pukkel. Goed antwoord, dames en heren. Jawel, dat het goed was. Jan, je hebt een kippenleren aktetas. Hoi, hoi, hoi. Ja, dat mag best. Hoi, hoi, hoi. Wat een klein klerenprijsje, joh. Ik vind het fantastisch, hoor. Ja. Ik ben echt blij voor je dat je nu toch een prijs hebt. Ja. Je glundert ervan, ja. Jan. Ik dacht van wel, ja. Ja. Ik ga de derde vraag aan jou stellen. En de derde vraag zal gaan over dieren. Hé, hey, daar heb ik gewoond. Uiteraard bedoel ik, Jan. Heb jij zelf ook dieren of beesten? Nee, mijn hond wel. Zijn hond wel? Dus jouw hond zit regelmatig met een poot achter zijn oor? Ja, mij lukt het niet. Natuurlijk lukt jou dat niet, Jan. Daarom heb je daar ook die twee dingen hangen. Dat zijn je handen. Oh, ik schrok al. Ja. Oh. Jan, daar kun je net zo ver mee in je oor als je zelf wilt. En dat heeft jouw hond waarschijnlijk weer niet. Want wat heb je voor een hond? Wat blieft u? Wat heb je voor een hond? Een Haagse puienzeiker. Een beestje, hè? Die moet zijn poot wel hoog optillen. Nee, we wonen in de kelder. Oh. Jan, maar deze vraag over dieren, dat is een strikvraag. En je kunt hiermee gaan winnen een schitterend gouden collier ter waarde van 3000 gulden. Ik heb het collier gezien, het is erg mooi. Zet beter, je ervoor in. Beter dan een Schotse collier. Dat is ook weer zo. Drie dierennamen noem ik. Het is een strikvraag en ik zeg erbij... Jij moet raden welk dier niet in het rijtje thuis hoort. Daar gaat hij. Papegaai, parkiet, hamster. Zebra, antiloop, brilslang. Nou jij weer. Jan, welk dier niet in dit rijtje thuis hoort? Papegaai, parkiet, hamster. Strikvraag. Oh, ja, dan moet het zijn hamster hoort niet in het rijtje thuis. Want mijn oom woonde vroeger op een bovenhuis. En zodoende... Jij wilt zeggen, de hamster kan niet vliegen? Nee, kan niet vliegen. Oh, dat heb je dus eens een keer uitgeprobeerd. Nou, ja. Ik niet zelf. Nee, nee, je oom. Maar ik moet je teleurstellen, je had moeten zeggen parkiet, want die eet geen pinda's. Bijzonder jammer, je hebt geen prijs, Jan. Stand tot nog toe voor jou één kippenleren akketas en ikzelf heb een schitterend gouden collier. Nou, ik win zowat geen flikker hier ook. Jan. Ik heb nauwelijks mijn reiskosten eruit. Nou, ik moet zeggen, dames en heren, het is bijzonder triest voor Jan. Want hij heeft al een ellendige week achter de rug, want zijn Belgische oom is overleden, hè? Dood gegaan. Ja. Is dus gestorven. En jij vertelde mij dat is gebeurd met melk drinken? Tijdens het drinken van melk tot zich nemen. Maar wat was er dan, Jan? Jan, zat er vergif in of zo? Of verslikte die zich? Wat dan, Jan? Zeg het eens. De koe ging zitten. Jan, 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 hé! Hey. Jan, Jan, Jan. Hey, Jan, 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 Jan. Zo'n uier. En een heel klein oompje waarschijnlijk. Ja, nu wel. Ja. Jan? Zit die kale nee te schudden.
Wel lekker weer om het open dak te rijden. Ja. Nee, je moet de groeten hebben van Kik Stokhuizen. Ik zeg tegen wie en zo. Hij zegt, nou zeg maar een pianist met een ronde top, dan weet je. Jan, pas op dat hij niet boos wordt, hoor. Nee, maar ben je boos? Nee, toch? Ja? Ja, hij is boos. Ik denk al, je trekt zo'n hoge rug. Jan, het is een bijzonder goede pianist. Ja, maar dus... hij kan beter een blik vingers open trekken. Zeg dat maar. Jan, we gaan verder met de volgende vraag. Hij denkt, het is lekker zomers, ik doe mijn zwarte pak aan. Ja. Jan, maar we moeten doorgaan met de quiz, want je wilt toch nog wel iets winnen, lijkt mij. Daar kwam ik wel voor, ja. Dacht ik ook. Daar gaat hij. De volgende vraag. Ik wil van jou horen. 5 Nederlandse zangeressen met de voornaam Corny. En ik zeg erbij, je kunt hiermee winnen een filmcamera plus bijbehoren ter waarde van 5000 gulden. Nou, ja. 5 Connies. Als tussenprijs, even. Nou, 5 Connies, daar gaat hij. Connie van der Bos, Connie Stewart, heel goed. Connie Vonk. Heel goed. Telt hij voor een hele? Ja, hoor. Connie Vink. Ook goed. Connie Brokken, Connie nee. en de Rekels, nee, Connie nee. Baas, Connie nee. van Gorp, Connie Tober. Nee. Nee, dat is niet goed, Jan. Want je geeft... Nee, 4 zijn er goed, maar probeer er nog je bij te nemen, hè? Ik had er al een stuk of 8. Ik had al een heel nest. Connie Brokken. Connie Brokken, het is toch Corrie Brokken? Trouwens, ze zingt niet eens meer. Nee, vind jij het erg? Ja, en dan zeg je nog eens een keer Connie Baars, dat is Connie Baars. Je zegt Connie van Gorp, dat is Corrie. Je zegt tenslotte Connie Tober. Dat is toch Ronnie Tober? Ja, dan moet je misschien lopen. Jan, het is niet goed. Je hebt weer geen prijs. Ik vind het bijzonder jammer. We zijn beland bij de laatste vraag en de stand is tot nog toe... 1 kippenleren aktetas. Ik vind het een boutprijs. Nou Jan, we hebben nu een vraag waarmee je een grote prijs kunt gaan winnen. De laatste vraag. En ik weet... wat er aan de hand was, je had vanmiddag al gekeken in het magazijn. De video recorder. Je had het al uitgepakt, inderdaad. Ja, je was de hele zaak al aan het uitpakken. Ja. Video recorder kun je nu gaan winnen, plus kleuren televisie, want die hoorden erbij, dat had je ook gezien. Dat klopt, ja. En omdat jij zo'n onfortuinlijke kandidaat bent, krijg jij van ons erbij een televisiefauteuil voor kippenleer. Oh, dat is leuk, dan heb ik een setje. Dan heb je een setje. He? Maar ik wou liever 2 fauteuils, anders moet mijn vrouw de hele avond staan. Ja, Jan, dan neem je je vrouw maar eens een keer op schoot. Nee, ook gezellig. Ik ben geholpen. Nou, misschien is jouw vrouw daar ook mee geholpen. Ja, he? Fluitje van de cent. Ja. Zolang er nog maar geluid uitkomt. Dan zit je nog niet in de piepzak. Zo is dat. Goed Jan, ik ga deze vraag stellen, want 5 kleine vraagjes. En die 5 kleine vraagjes, daar komen 5 letters uit tevoorschijn. Die 5 letters vormen 1 woord. Heb je het woord goed, is de prijs voor jou. Eerste vraagje. Dat is de eerste letter van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. De P. Van? Polen. Maakt niet uit, P van de paus. Mag... Kan allebei toevallig, ja. Dan maak je flikker gaat verschil. Gaat om de P. Het gaat om de P van de paus. Zo is het. Hè? Tweede vraag. Is de eerste letter van talfabet? De T. Talfabet. Ja. Wat is nou een alfabet, Jan? Alfabet 26 letters. Ja, dan moet je de vraag normaal goed afstellen. Ik ben al zo wat geen... homofiel. Ja. Jan, de derde vraag is... De eenheid van 60 minuten is een... Uur. Wat krijg je dan? De zenuwen. Jan, P-A-U. Pau. Pauze. Ja, maar dat mag, pauze, niet, ja, dat mag dat klopt. Niet voorgezegd worden in de zaal, klopt. Dames en heren. Wil u ook een fauteuil? Ja, maar dat mag niet voorgezegd worden. Wat is dat nou? Nee, toch? Maar ik wist het namelijk al, want er lag een briefje daar. Daar stond het allemaal op, dus ik wist het. Maar ik denk... Het is voor jou Jan, zo raar als het Jan, zo kort, je wilt toch niet zeggen dat je in mijn draaiboek hebt gekeken? Het lag gewoon stil.
Dan is toch die hele quiz voor niks geweest, man? Dan sta ik toch voor schut? Ja, maar zo heet het toch ook, als het maar voor niks is. Ja, Jan, ik heb allemaal wat, man.